Jullie gaan hier zo meteen op zoek naar grondstoffen. Ah! Oh, dat is een droom! Ik hoor iets! Ik hoor zo'n ding! Zelfs als jij 100% had gehaald, was het niet gelukt. Oh, wat erg. Kijk, dit is dus de aap, zo, en de man met het hoedje. Waarom hebben jullie die blauwe man met die duif gefotografeerd? Die hebben we gefotografeerd. Er is gewoon een mol die is ervoor aan het zorgen dat er heel veel misgaat. Oh nee, is de verkeerde. Oh, we krijgen er nog één. Ah, jongens, wat is dit? Drankje. De groep wordt in een rap tempo kleiner. Vorige week moest Sarah definitief het spel verlaten. En niet veel later was Vrouwkje de klos. En dat betekent dat nog 8 kandidaten de mol kunnen zijn. Wie van hen heeft continu een pokerface? In de omgeving van Kaapstad hebben de kandidaten nog 3 opdrachten te gaan, waarbij ze voor het eerst jokers in handen kunnen krijgen. Kunnen ze de verleiding weerstaan of niet? En wordt de zoektocht naar de mol daardoor vertroebeld. Ja, het is een beetje raar, want bij de eerste ronde valt mijn allergrootste mol af. En bij de tweede ronde ook. Al mijn mollen gaan er op de een of andere manier uit. Dus ik zit elke keer compleet verkeerd. Maar nee, ik baal er heel erg van. Het was een oase van rust in dit soms toch wel heftige kippenhok. Wij hebben het echt gezellig zo. We hebben gisteren allemaal geheimen met elkaar gedeeld. Ja. Jurgen zei ineens, wat is je grootste geheim? Wil je hem weten? Ja. Hé, hey, maar eerlijk, Daniel is toch een mol in een menselijke belichaming? Ja, hij lijkt echt op een molletje. Hij, hij beweegt ook zo. Ja. Af en toe doet hij zo. Af en toe... Ja, nee, maar doet hij ook dit zo? Ja, ja, ja. En dan gaat hij weer naar beneden. Wat ik wel lekker vind aan die tweede test, is iets beter weet waar ik op moet letten. Ja, ik ook. Niks? Ik heb een bondje met Daniel. Eigenlijk vanaf begin af aan zijn wij een heel goed team samen. We spreken de testen samen, wat voor vragen we kunnen verwachten, waar we op moeten letten. Ik heb heel veel aan hem als bondje en ik vertrouw hem. Ik ga het wel gaan zoeken. Ik ruk je hoofd eraf als jij de mol bent. Maar ja, voor mij een hele fijne partner hier. Busjes staan klaar en we vertrekken. En dan wordt er dus niet aan ons verteld hoe lang het is, wat we gaan doen. We krijgen nog een soort outfit hint, maar ook niet echt. Sir, is it going to be far? I don't know. Oh, you don't know. Hoe lang zit je daar al in? You were great. Noor, come on. I give you everything. I'm only the driver. I don't know. Eigenlijk is vandaag een beetje mijn doel om in de auto's hier en daar op een wat casual manier dingen over elkaar te weten te komen. Kijk, de test is natuurlijk heel veel vragen over wat er allemaal
in de opdrachten gebeuren, maar er is nog zoveel meer wat we eigenlijk te weten moeten komen over de identiteit van de mol. Maar vooral over ook persoonlijke dingen van de mol. Wat is jullie favoriete programma? Kijk, wat hebben jullie? Lang Leven Liefde. Zonder twijfel. Maar ik wil het alleen nog even als titel. Ja, wat kijk jij eens? Ik kijk heel graag naar Jinek. Ik hou echt van Eva. Oh, wat is het lang geleden? Lang geleden. Oh ja, dat is iets van Gordon, toch? Nee, ten. Het was als de eerste keer. Franklin. Franklin, nog wat. Ja. Nee, maar het is bij mij echt wel gevarieerd. Kijk, ik kan echt genieten van een koper zonder kijker. Ja, dat is ook echt fantastisch. Ik vergeet helemaal Married at First Sight natuurlijk. Married at First Sight, yes! Oh, ja, dat is echt... Ik hou er heel erg van. Op zo'n 40 minuten rijden van Kaapstad liggen de duinen van Atlantis. Met soms wel zandheuvels van 50 meter hoog is het een ideale plek om met quads te rijden. De kandidaten gaan met die quads het terrein verkennen, op zoek naar geld. Er zijn 7 stations waar ze geld kunnen incasseren door knoppen in te drukken. En bij elk station staat wie daar tegelijk de knoppen in moet drukken om zoveel mogelijk geld te verdienen voor de pot. Dat bedrag kan oplopen tot maximaal 2500 euro. Elk station mag maar 1 keer gebruikt worden. En elke kandidaat moet zijn speeltijd in de gaten houden. Want in het begin hebben ze maar een beperkt aantal minuten om het terrein te verkennen. Die speeltijd kunnen ze oplengen. Maar dan moeten ze niet te laat zijn, want anders liggen ze uit het spel. We hadden ieder een persoonlijke klok van 15 minuten. Rennen, jongens! Rennen! En die konden we zelf ook weer aantikken en dan ging er opnieuw weer wat tijd bij. Aan ons de taak om eigenlijk de stations te vinden en met de mensen op de juiste knop te drukken waarvoor die knop bestemd was. Wauw, dit is zo mooi! En op een gegeven moment gaan we een heuvel over en ik zie een vlakte. Nou, dat heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Prachtig. Het is echt een magische ervaring in die woestijn met die quad. Hij was gewoon king of the desert. Daar! Daar! Gaan we voor de groep. We hebben een station. Richting zee, achter Soja. En ergens zie je dan zo'n tafel staan met allemaal rode knoppen. Ja, dat valt wel op. Het enige wat je dan moet doen, is je moet naar die tafel rijden en weten welke twee, drie of vier mensen het moeten indrukken. Hallo allemaal. Jure. Jij ook. Zooi voor de rest van de groep. Ja. We zijn hier met Ranomi, Nabil, Jure, Sander. Oké, luister. 3, 2, 1, go, ja? Dan moeten we dus voor zorgen dat die vier namen tegelijkertijd op die knop drukken. Nou, doe je dat bij vier namen, dan krijg je 400 euro. 3, 2, 1, go! En door! Wij helemaal blij. Bam, op naar een nieuwe. Ik kom aanrijden. Ik denk, weet je wat? Ik laat niemand als eerste aan die knoppen zitten, want ik wil eerst zelf zien wat hier staat. Aniek! Ranomi! Want ik denk dat de mol daar natuurlijk een prachtige kans ziet om even heel snel, net voor de rest, een knopje in te duwen. Ik ben er! Wachten. Handen weg. 3, 2, 1. Is het kwartier al om, jongens, of niet? Anke voor de groep, Aniek en Daniel hier naartoe. We kregen portofoons op, daarmee konden we elkaar bereiken. Maar we hoorden natuurlijk onmiddellijk toen we op dat ding stapten dat je helemaal niks hoort over die porto. Wie? Ik ook? Daniel en Jurre. Wie staan erop? Ik ook. Wie? Ik? Jurre, Aniek. Ik ook, wacht. Wij gaan terug. Ga maar. Wat? Terug, denk
Je weet het inmiddels bij Wie is de Mol. Als er veel kandidaten nog zijn, dan zijn die portofoons de hel. Want iedereen praat door elkaar en iedereen laat elkaar niet uitpraten. 1, 2, 3. Naar elkaar zwaaien of schreeuwen. Zeggen, ja, jij moet hierheen en ik ga daarheen. En dat kon nog wel. Dus het is heel belangrijk om bij elkaar te blijven. Als begintijd hadden we allemaal 15 minuten. En we moesten ervoor zorgen dat de klok niet op nul kwam te staan. Ik heb erop! Jongens, kom! Wacht! Laat even wachten! Nee! Jongens, we hebben echt nog 7 minuten! We kunnen nog heel veel doen in 7 minuten! Laten we gaan door, we zijn met z'n zevenen, kom! Nee. Sander, die klikt op zijn schermpje, maar die zegt iets anders. Ja, Nabil roept nog iets van, moeten we niet verder zoeken? En er ontstaat een totale discussie over, moeten we nu eigenlijk wel op dat scherm drukken? Ja, laat alvast aantikken! En dan gaan we weer, oké? Okay? Ja, ik ben op tijd! Tegelijk! Ja. Ja, dan hebben we allemaal gelijk! Ja, hij doet het! Veel mensen drukken meteen en rijden weer weg, maar ik wilde eigenlijk daar heel graag even over kletsen met iedereen. Gaat niet hard! Oh, ik vind het aan! Nabil, deze kant op! Nabil! Hij is weg, man. Waar is hij? Nabil! Jongens, moeten we niet opsplitsen? Nabil hier, Ranomi en Sander, jullie hebben hier twee. We moeten opsplitsen in 2 groepen, want dit duurt te lang. Er werd een beetje gedacht van laten we in groepjes gaan of laten we in 2 splitsen. En ik dacht, nee jongens, we gaan als 1 groep. Dat is het beste om te doen. Waar moet ik heen? Die kant op, dan gaan we naar die kant. Jongens! Ik er niet dus, ik blijf even hier. Ik blijf hier, gaan wij naar die? Ja, gaan we die kant op. Sander, kom naar beneden. Jij moet ook hier. Jij, Ranomi en jij, over. Sander, hier. Ik heb je gehoord. Ik kom nu naar je toe. Over. Wie zijn het? Hier, sorry voor de rest. Hier, wij staan bij Aniek, Anke, Soy, Daniel. Waar ben je? Oh, daar, ik zie je. Ja, dat kan. Jullie jou. Ja, Daniel, Anke. Anke en Daniel. Anke, hurry up. Wat hè? Oké. Aniek die gaat heel raar met haar hand zo'n beetje boven die knop hangen. Dat ik denk, Aniek, stop hier even mee. Je gaat toch niet met je hand de hele tijd hierboven hangen? Wacht. Niet drukken. Nee, ik druk niet. Ik ben niet gek. Handen er vanaf Anke. Nog. Handen Anke. Helemaal er vanaf nog. Niet dichtbij komen. 1, 2, 3. Oké, en door. We hebben al 5 gehad. Die kant. Gaan we die kant? Terug naar de tafels. Ja, laten we dat doen. Oké, die kant op. Naar rechts. Ja, ik neem samen met, ook met Nabil neem ik het voortouw. We gaan die groep de goede kant op leiden op de juiste manier. Ja, Nabil. Jurre en Anke. 4, 1, 2, 3. Oké, top. Ik voel me er eigenlijk gewoon heel prettig bij. Ik vond het geweldig. Ja. Huh? Oh, mijn god, wat staat hij? Wat hebben we die allemaal gehad? Ja, Daniel! Ja, Joy, Nabil, Anke. Anke. Weg? Nee, jij niet. Weg. Anke! Ja. Sorry! Daniel was zo blij met deze opdracht. Als hij de mol is, dan is hij denk ik tijdens deze opdracht helemaal vergeten wat zijn rol was. 3, 2, 1, go! Maar dan hebben we alles toch? Ja, we hebben alles. We hebben 7 tafels nu. 9 tafels! Hebben we 7 tafels nu? 7 stations! Die kant op! Daar is er nog één! Die hebben we gehad toch? Echt we hebben er 7 toch? Moeten we niet voor de zekerheid nog even verder die kant op kijken? Nee, we hebben toch 7 stations? Hebben we 7? Ja! Hey, wie was de eerste?
Het enige waar we op een gegeven moment een beetje over twijfelden was, hebben ze er allemaal alle 7 al gehad? Anke zei van, we hebben de 7 gehad en ik vertrouw Anke. Dus ik denk, dan hebben we de 7 gehad. Wie heeft geteld? Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog één zag. Toen hadden we die 2 op datzelfde terrein. Maar wie zei dat we de 7 hadden? Ik. Hoe vaak hebben jullie gedrukt? Weet je zeker? Allemaal. Zeker. Jullie waren nummer 4. Ja? Ik heb 3 keer gedrukt. 6, 7. Ik heb 2 keer gedrukt. 3 keer. Ik heb 1 keer. 2 keer. Ik heb ook al 2 keer gedrukt. Wij moesten toch allemaal even vaak een station indrukken? Ja. Maar wat kan er gebeuren als we nu op dat ding drukken en we gaan rijden? We gaan gewoon zoeken. Dit is goed, toch? Kom, let's go. Waar zoeken we naar? Als we daar nog een keer op zijn tafel drukken, dan is het geld denk ik weg. Ja, ja, okay. Dat is wel zo. Ja, gaan we niet doen. Gelijk. Gaan we niet doen. We gaan geen risico nemen. Hou het hierbij. Ik hoop dat jullie net zo hard genoten hebben als dat het waait. Zeker. Ja? Beetje uitgeraasd? Ja. Lekker. Ja. Het is goed om te horen. Jullie moesten 7 stations vinden en de juiste knop indrukken om geld te verdienen voor de pot. Ja. Dat is heel goed gelukt. Yeah! Jullie hebben alle stations gevonden en de juiste knop ingedrukt. Dat betekent dus 2500 euro voor de pot. Lekker! Nou, ik ben mega trots op ons dat we uiteindelijk horen dat we gewoon de volle map hebben gepakt. De Mol, die huilt vandaag een beetje. Ik wil jullie nog wel wat vragen voor later vandaag. Vorm duo's. Zoek een partner die een meester in misleiding is. Tot later. Meester in misleiden. Zo, toen stonden we even allemaal te kijken, zeg. Ja, wie is het beste in misleiden? In principe de Mol, zou je denken. Maar wie is de Mol? Nou, toen maakten we setjes. Nou, Biel, wil jij met mij? Vind je dat goed, dat ik met... Doe mijn partner wel. Dan gaan Aniek en ik samen. Ja, een meester in misleiding, dat is natuurlijk Aniek. Die vrouw die kan acteren. En ze heeft gewoon een ontzettend guitig bekkie. En ze krijgt denk ik alles voor elkaar. Dus toen... Ja, toen we zo'n persoon moesten uitzoeken, dacht ik echt gelijk aan haar. Wat is dit nou? Oké, dan ga ik met Anke. Ja, zij is meer... Mag ik met jou? Ja! Meer wat? Ben jij de misleider of ik? Ik wilde wel graag een opdracht doen met Soy, want hij staat bovenaan mijn verdachtenlijstje op dit moment. Laten we het kijken wat er gebeurt. Volgens mij sta ik wel een beetje bij haar op de verdachtenlijstje. En zij ook bij mij. Dus wie weet misleiden we elkaar nog in dit spel. Wat zou jij het ergste vinden wie de Mol is uiteindelijk? Dat je je echt in de maling genomen voelt. Dat je echt een beetje boos bent. Dat je boos bent. Anke. Ja? Dat die irrit niet. Ja, waarom niet? Ja, wacht. Zulke slim hoor. Ik wou dat ze het heel goed zou kunnen. Maar ik denk dat zij te eerlijk is in dit spel. Maar Anke, heb jij aangegeven dat je de Mol zou willen zijn? Zeker. Waarom? Leuk, lijkt me leuk. Nou, het hele spel denk je dat je het zou kunnen? Ja. Maar je bent toch geen actrice? Nee, maar je hebt toch niet per se actrice te zijn? Andere sterke vrouwen die ook in een Mol zijn geweest. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Maar jij kon zelf ook aardig voetballen? Nee, ik was heel slecht. Nou ja, RKC toch? Ja, wel RKC, maar ja, als je gewoon een contributie kon betalen, dan mocht je daar spelen. Ja. Ik zou het ergste vinden als Nabil is. Ja? Ja, omdat ik hem wel vertrouw. Daar heb ik niet echt twijfel. Maar heb je dat uitgesproken naar hem? Hebben jullie dat uitgesproken naar elkaar? Ja. Echt? Maar ik weet niet of hij mij vertrouwt, maar ik vertrouw hem wel. Hij zit de hele tijd tegen mij en zegt, Aniek is het, Aniek is het. Echt niet. Aniek is het. Oh, hij doet net alsof hij mij wel vertrouwt. Oh.
Wij namen plaats in de schoolbankjes en ik zag natuurlijk meteen die twee jokers staan. Ik dacht, ha, die zijn voor mij. Zuid-Afrika telt maar liefst 11 officiële talen. Waaronder het Engels, Tsonga en Zulu. In dit deel van het land wordt vooral ook nog het Afrikaans gesproken. Dat sterk verwant is aan het Nederlands. En juist omdat het Afrikaans vaak op het Nederlands lijkt, maar soms ook helemaal niet, is het bij uitstek geschikt voor een woordenquiz. Oh, leuk. Ik geef jullie zometeen een Afrikaans woord. Elk duo moet een mogelijke betekenis bedenken die de andere duo's kan misleiden. Daarna presenteer ik al jullie bedachte definities en de correcte. En dan mogen jullie raden wat het goede antwoord is. Steeds als een duo voor de correcte definitie kiest, verdienen jullie €50 voor de pot. Maar wordt er voor jouw zelf bedachte definitie gekozen, dan krijg je een punt. En het duo dat aan het einde van het spel de meeste punten heeft, krijgt 2 jokers. Oeh. Dus het loont om met een hele goede definitie te komen. Die 2 jokers die waren zo aan het branden op de tafel van Rick. Dus ik dacht vooral, ik moet echt samen met Aniek de meest creatieve antwoorden gaan bedenken, zodat iedereen die gaat uitkiezen. Het eerste Afrikaanse woord. Glans, gans. Wat zou dat kunnen betekenen? Nog 20 seconden voor een mogelijke definitie van glansgans. Ja, glansgans. Ik denk meteen aan een eend. Ranomi maakt er Peking eend van. Het is de eerste, we zien het allemaal wel. En al jullie antwoorden zijn binnen. Is een glansgans een model, een beroemdheid, een Peking eend, een ijsvogel of een vliegtuig? Graag jullie antwoorden. Dus wat is de correcte definitie van glansgans? Anke en Nabil, een glansgans is een model volgens jullie? Nou, een model is toch vaak elegant. Een gans die glanst ook. Elegant. Een soort zwaantje. Een soort zwaantje. Een soort zwaantje? Ja. Mooi, maar is niet goed. Het is een woord dat bedacht is door Jurre en Aniek. Jullie mogen 1 blokje op de desk zetten. Jullie hebben 1 punt verdiend. Ja, het leukste aan het spel is natuurlijk als ze jouw woord kiezen. Dus wij hadden dus een model. En dat kozen dus Nabil en Anke. Nou, dan denk je meteen van leuk, ze zijn erin getuind. En dan het andere antwoord, wat zoveel door jullie genoemd wordt. Vliegtuig. Jurre en Aniek, Daniel en Sander, Ranomi en Soy. Waarom vliegtuig? Het voelt heel logisch eigenlijk. Het voelt heel logisch. Het voelt eigenlijk heel logisch, ja. Dat is een woord dat dan enorm goed bedacht is door Anke en Nabil. Wow. Oh. Jullie hebben hiermee 3 punten verdiend. Staan meteen heel erg vooraan. En er is €0 voor de pot verdiend. Dit is heftig. Het goede antwoord is een beroemdheid. Ja? Oh. Ja. Wij zaten heel goed met het model. Ik denk persoonlijk misschien zelfs dat de mol wel hele goede antwoorden van tevoren heeft bedacht. Om zo te zorgen dat iedereen daarvoor zou gaan en zodat er geen cent in die pot zou komen. Het volgende woord. Zuurstofdivies. Wat is of zijn zuurstofdivies? Dit zijn de mogelijke goede antwoorden. Kijk, zuurstofdivies. Is dat een mondmasker? Zijn dat sigaretten? Is dat een beademingsapparaat? Zijn dat senioren? Of zijn dat rokers?
Wat is of zijn zuurstofdivies? Sigaretten. Anke en Nabil, maar ook Daniel en Sander. Waarom sigaretten? Is niet goed, ik zie het al. Ja, we dachten dat. We dachten van, dat zijn echt sigaretten. Zuurstofdivies. Terwijl je aan het roken bent, beneemt het je de adem. Beneemt je de adem. Het werd ook gekozen door Ranomi en Soy. Die hebben alle drie punten bezorgd aan Jure en Aniek. Oh, ik zag het al. Groen, groen. Drie erbij, hè? Jure en Aniek. Jullie kozen voor senioren. Zij moeten aan het zuurstof, dacht ik. Snap je? Ik probeer het heel aardig te vertellen. Ja, maar dat je oude mensen met een zuurstoftank... Ja. Nee. Is het goede antwoord? Echt? €50 voor de pot. Wauw. Goed, we gaan naar het volgende woord. Woord nummer 3. Blaircas. Wat is een blaircas? Dit zijn de mogelijke antwoorden voor blaircas. Geitenhok. Muziekdoos. Ik zie het woord telefoon staan en daarvan denk ik, ja, ook ik zag ook kinderdagverblijf. Dus dan dacht ik ook echt een blaircas inderdaad. Maar telefoon hebben we een goed gevoel bij. Allebei wel. Dus daar gaan we voor. Daniel en Sander. Een blaircas is volgens jullie een muziekdoos. Waarom? Mooi woord. Heel mooi woord. Is niet goed. Nee. Jullie hebben zojuist een punt bezorgd aan Nabil en Anke. Oeh. Thank you. Nabil en Anke, jullie kozen voor telefoon. Dat is eigenlijk wel logisch, hè? Zo logisch? Een blaircase. Zo logisch dat het toch fout is. Mm. Van wie was die dan? Het is het antwoord van Ranomi en Soy. Jullie hebben ook 1 punt erbij. Puntje eindelijk. Dank je. Het goede antwoord is jukebox. Yes! Dat betekent €50 van Aniek en Jurre. Yes! €50 van Ranomi en Soy voor de pot. Hé jongens, lekker. De stand op dit moment €150 voor de pot. Jurre en Aniek hebben 4 punten. En ook 4 punten voor Anke en Nabil. Dus ja, het gaat tussen ons. Het gaat tussen Aniek en Jurre en mij en Nabil. En die joker op dat tafeltje van Rick die lonkt. Dat is cruciaal nu. Nog 6 woorden te gaan. Dus er kan nog van alles gebeuren. Woord 4. Wat is windpomp, Sherry? Skeletklets. Gelijktijdigheidsafrichten. Klokkenmaker. Tijd, klok, africhter. Anke en Nabil, een straatprostituee. Ja. Het is bedacht door Jurre en Aniek. Nee, joh. Hoe komen jullie erop? Jullie hebben zojuist een punt bezorgd aan Jurre en Aniek. Ja. Het gaat heel goed daar, links. We gaan zo. En een skeletklets, ja, je praat met je lichaam. Dus we dachten lichaamstaal. Jullie waren niet de enige die dat dachten. Is 3 keer goed. Ja. Oh. €150 voor de pot. Ja, gelijktijdig. Mooi. Klopt. Inklimgordel. Anke en Nabil. Corset. Lekker inklemmen. Is goed. Yes. Padpredikant. 2 koppels hebben politieagent ingevuld. Dus jullie mogen allebei een punt erbij optellen. Jullie kozen voor koude voeten. Dat is goed. €100 in de pot. Hey. De stand van zaken op dit moment. Oh. €750 in de pot. Goed. 8 punten voor Jurre en Aniek. En 8 punten voor Anke en Nabil. Oh, nee. Het wordt spannend, want we zijn aangekomen aan het laatste woord. Bij dit laatste woord kunnen jullie dubbele punten verdienen. Dus focus, creativiteit. Hier komt ie. Molafspraak. Molafspraak. Hoe vet dat dat gewoon een Afrikaans woord is. Wie of wat is een molafspraak? Ik moet even weg.
Dit zijn de mogelijke definities. Molafspraak. Is dat een metrokaart? Een blind date? Een nachtelijke bijeenkomst? Een vrat wegstippen? Of is het een roddel? Ranomi en Soy. En Daniel en Sander. Roddel. Bedacht door Aniek en Jurre. Nee! Dubbele. Vier. Oh, vier. Nee. Zo. Ja, dubbele. Hey. Maar jullie kozen voor metrokaart. Ja. Net als Anke en Nabil. Oh. Ja. Ja, die hebben wij dan nog. Zou dat dan het goede antwoord zijn? Ja. Nee? Nee. Oh. Ah. Het goede antwoord was blind date. Wauw. Ah, ja. Al niemand gekozen. Mol is blind, ja. Oh. Ja. Oh, wat goed. Dat betekent dus 750 euro in de pot. En omdat Jurre en Aniek met de roddel kwamen, hebben jullie dubbele punten verdiend deze ronde. En dat betekent dus in totaal 12 punten. Jullie zijn de winnaars van de twee jokers. En die komen volgens mij heel goed. Klappen van pas. Gefeliciteerd. Goed gespeeld, jongens. En goed gespeeld. Dank jullie wel voor jullie inzet en creativiteit en vindingrijkheid. Ik wens jullie een hele fijne avond. We zien elkaar morgen. Dank je wel. Een joker is maar voor één vraag. Maar goed, wie het kleine niet eert, is het groot niet weert. Ik ben er heel blij mee. En weg is hij. Gefeliciteerd. Zo leuk. Jullie waren echt creatief. Heel leuk. Heb je het gezien? Dat ik mijn molboekje heb meegenomen naar de wachtkamer. Heel goed. Ja, ik dacht, ik vertel je toch nog niet helemaal. He? Eerste nacht op een kamer samen. Is die waterproof of niet? Ik zat toch na te denken, wie vertrouw ik nou echt in dit spel? Daniel was wel echt mijn nummer 1 mol in de eerste aflevering. Maar ik denk toch misschien dat Daniel meer te vertrouwen en slimmer is dan ik denk. Dus daar kan ik misschien ook nog wel iets van hebben. Dus, nou, wie weet. Maar weet je dat ik dus de eerste nacht eigenlijk met jou op de kamer wilde slapen? Hoezo? Oh, om jou eens even dichterbij te houden. Het was wel grappig, want Nabil die zei gelijk tegen mij, ik ga met jou op de kamer. Zei hij, echt als allereerste, weet ik nog wel. En ik dacht, ja. Maar jij verdenkt hem nu niet meer, hè? Zit je met hem op de kamer geslapen? Nee. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet, hij is... Dangerous, man. Ja, je moet er nooit 100% iemand wel of niet vertrouwen, denk ik, hier. Misschien één iemand waarvan je echt denkt, daar heb ik echt een goed gevoel. Maar Nabil vertrouw ik zeker niet 100%, maar hij is wel echt... Vertrouw je één iemand echt? Ja. Wie dan? Ja, nee, ja, ik vertrouw wel iemand hier. Maar je gaat spreiden, toch? Ik ga spreiden wel, ja. Ja. Op hoeveel mensen ga je zitten? Ik denk... 3 of 4 Wat denk je dat verstandig is? Ik heb geen idee. Ja, spreiden, niks, niet alles op één iemand zetten, maar verder zou ik het niet weten. 4 of 5 5 is heel veel, hoor. Dan moet je op de deur op jezelf zitten. Ja. Ja, jij bent wel mijn minst verdachte. Nou, jij voor mij niet helemaal. Nou, het is erg gezellig hier op de kamer, maar ik hoor jou 's nachts de gekste dingen zeggen. Goedemorgen. Morgen. Morgen. Welkom in de haven van Kaapstad. Dit was ooit een ijsbreker, nu een opleidingsschip. Dat is ook de plek waar jullie op zoek gaan naar een codewoord. Als dat lukt binnen 30 minuten,
kunnen jullie 2000 euro verdienen voor de pot. Hints, naar dat codewoord vinden jullie verspreid over de ijsbreker. Maar waar? Om die locaties te achterhalen moet je eerst op zoek naar ijsblokjes. Die vertellen je waar je de hints kunt vinden. Jullie gaan te werk in 3 groepen. En uiteindelijk mag maar 1 groepje naar mij toe komen om het codewoord te vertellen. Bepaal onderling wie dat wordt. Hopelijk tot zo op het Heli-platform. Is dat een moeilijke, jongens? Oké, hoe gaan we verdelen? Vrouwen bij elkaar of vrouwen op splitsen? Ik ga met Sander. Zullen wij eens even met elkaar gaan? Ja. Oké. Eigenlijk hebben we best wel snel 3 teams gemaakt. Het superpower vrouwenteam. Sander en Nabil samen. En dan blijf ik over met Jurre en Daniel. Op zoek naar ijsblokjes. Ja, dit is niet omhoog. We moeten echt hier. Daar kan je omhoog, maar dat is misschien wel iets te. Nee, dit is denk ik dit. Dit, ja. Is dat? Nou, lijkt me niet omhoog, toch? Ik dacht eigenlijk meteen, dat ijs dat ligt sowieso ergens buiten. Ja, misschien wel aan de voorkant of aan de achterkant van het schip. Laten we eerst dit dek even checken, toch? Ja! Oh, die ijsblokken, ja. Oh my god! Tadaam! We vinden gewoon gelijk die ijsblokken. Wacht, ik doe die andere zo. Wacht, met mijn handen. Hier zit iets in, hier zit iets in. Hier, wacht, hier. Doe even snel even harder, jongen. Ja, rustig. Hier, ik heb gymnasium. Hoppa! Dat is 1. Rustig, hier, en de sleutel. Hospital. Oké. We vonden uiteindelijk 3 sleutels en 3 papiertjes. Op die papiertjes stonden overduidelijk 3 locaties in het schip. Maar ja, dit schip is zo groot, dus we moeten een flink stuk gaan lopen om te gaan zoeken waar die plekken zijn. Goed kijken. Ik zat samen met Anke en Aniek in een groepje. Wij hadden zoiets van, laten we eens een keer vrouwen samen doen. En ondertussen dacht ik van, ik wil graag een opdracht doen met Aniek. Aniek vertrouw ik nog steeds niet helemaal. Hier is een kistje. Ja. Heb je het? Wat goed. We hebben een sleutel nodig. We zoeken een sleutel. Laten we even nadenken. Een sleutel zit in een deur. Nee. Wij vonden meteen een kistje. Geen ijsblokken en dat zorgde voor een beetje verwarring. Misschien is het fout, dit zijn geen ijsblokjes. Nee, laten we naar boven gaan bij die trap. Dus we zijn uiteindelijk weer op zoek gegaan naar ijs. Hebben jullie al ijs? Oh nee, we hebben een kistje gevonden, maar we hebben een sleutel nodig. Ja, waar? Hospital? Kistjes maken niet uit. Ijsblokjes vinden, daar zitten 3 sleutels in. Maar zaten waar zaten de ijsblokjes? Zaten die in de buurt van het kistje? Nee, we hebben gewoon 3 hele grote... Nee, maar we hebben 3 hele grote ijsblokken gevonden. Maar laten we dan afspreken dat jullie naar het kistje gaan, want jullie hebben een sleutel. Wij doen ons alles. Ga ijsblokken zoeken. Ja, ijsblokken is dan één. Ze waren dus helemaal niet blij met ons kistje, terwijl ik denk, als jij een sleutel hebt gevonden in je ijsklontje, dan ben je toch blij met ons kistje dat wij zeggen waar dat is. Maar dat waren ze niet. Dus toen dacht ik, dat moet ik even onthouden. Maar het is toch raar dat als wij zeggen waar er een kistje ligt, dat die jongens niet blij zijn. Dat vind ik mollerig. Gewoon boos worden omdat wij een kistje hebben gevonden. Als wij dat kunnen doen. Ik weet ook niet wat Sander en Nabil aan het doen zijn. Sleutel. Nog een sleutel. Ja, je hebt hem. En nog een sleutel. Oh, mag deze meneer me om? Ja, Emmers. Even kijken. Zullen we meteen door? Meteen door? Bewijzen? Hoeveel waren het er? Wheelhouse Bridge. Lower Engine Room. Wheelhouse Bridge. Chemical Lab. Chemical Lab. Beginnen met Chemical Lab? Ja, kom op. Chemical Lab. Even kijken naar het plattegrond, ouwe dibbes. Dus wij gingen op zoek naar een plattegrond. En op die plattegronden kwamen we al vrij snel achter, stond per etage wat je daar kon vinden. Dus dat was vrij overzichtelijk. Main deck. Chemical Lab. Chemical Lab? Ja. Oké. Okay. Main deck. Daar zitten we goed. Je ziet die Chemical Lab. Dit is Chemical Hospital, Lab. Hospital. Dus hier moet het ergens zijn. Chemical Lab. Kom maar. Yes. Juist. Ja. Kennis. Rustig. Oké. Open. Juist. Oké. Moeten we meteen openmaken, denk je? Ja, ik denk het wel. Kijken. Breuk. Oké, breuk. Jij houdt de sleutels, ik houd de kaartjes. Oké, goed kijken. Waar staat het? Oh, kijk, het staat op die kaartjes. Oh, hier hospital. Hospital? Check.
Ja, dit is hem. Yes. Oké, zou ik die bij me houden? Ja. Dan doe jij de sleutels? Geef maar. Daniel die had al ergens op een kaart zien staan dat hospital op de main deck zit. En eigenlijk best wel snel hebben we de hospital gevonden. Oké, daar staat op. Oefen. Oké, we gaan naar boven. Oké, wat is de volgende ruimte? Ik pak de eerste hint eruit en daarop staat oefen. Oef, door naar de volgende. Hebben we hier een kaart, jongens? Moeten we niet eerst een kaart zoeken? Kitchen is dit? Wacht even. Kitchen. We moeten een plat kaart vinden. Hier, gymnasium. Hier. Gymnasium. Oh, kijk, een gym. Wat een gym. Vlaggen. Oké. Hou jij hem bij? Ja, let's go. Kom. Oké, wat hebben we nu nog? De emergency generator, die is denk ik ergens achterin beneden. Emergency? Wat een grap dat ze hier een gym hebben. Eens even kijken hier. Ja! Woe, we hebben ze! Ja? Oh my god! Ranan, jij moet doen, want jij bent sterkst. Oké. Oh! Ja, en geef van ons. Wat is het? Geef van ons even sleutels? Even slaan. Ik weet niet wat het is, kijk. Ja, en de sleutel eruit slaan? Nee? In, daarin. Bam, daar. Waar zie je sleutel? Ja, nee. En dit grote... Ja, daar, ik zie hem zitten! Nee, sorry. Het was iets vies op de grond. Wat zit je nou ja, daar nee, te doen? Sorry. Nee, ik voel het heel goed. Zie mij een sleutel? Nee, ik neem dit. Dit is zo raar. Ik denk dat ik 5 minuten lang heb lopen hameren op al die ijsblokjes... omdat Aniek precies zag waar het sleuteltje zat. Doe hier eens op slaan. Oké, dan daar. Of toch niet? Ah, oh, wat is dit? Ja, pak. Weet je, we pakken het op. Art Moering Station. Dat was daar waar wij waren. Juist, daar gaan we nu naartoe. Naar het kistje wat we hebben gezien, oké? Het eerste sleuteltje is bij het kistje waar we al geweest waren. We konden hem openmaken. En daar zat de eerste aanwijzing in voor het codewoord. Slag. Deze bewaren we. Kijk, ik hou hem. Zwemslag, dat kunnen we onthouden. Lifeboat on the seaside. On the seaside, dat betekent die kant. Aan die kant. Ik heb hem. Heb je? Ik heb hem. Leukje. Kom, weet je hem open? Ja. Oké. Top. Ga maar mee. Ja. Vamos. Oké. Volgende. Volgende is Wheelhouse Bridge. We scheurden niet meteen die envelop ook open, maar we dachten we bewaren het even. En als we dadelijk bij elkaar komen als 3 groepen, dan kunnen we ze naast elkaar leggen. Dan kraken we de code. Lifeboat outside. Hier. Kistje. En? Hol. Slag en hol. Slag en hol. Wheelhouse Bridge. Hier moet het echt zijn, man. Jij rechts, ik links. Oké. Kistje. Niet gezien. Kistje. Even kijken. Wheelhouse Bridge. Dit is wel het stuur. Ja, dit is het stuur. We zitten goed. We zitten goed. Kijk eens daarachter. Goed achter de plekjes kijken, ja. Hallo, Sander. Wij moeten naar de emergency generator. Hey, dat is die van ons, jongen. Wacht even, ik ga... Heb je hem? Kom maar. Nabil, kom maar. Ja? Waar heb je hem gevonden? Hier zo. Hij vond hem. Kom je hij wil hem erop staan. Nee, maar dat kan niet. Echt waar. Ja, juist. Oké, kom. Wij gaan doorgeven dat we ze alle 3 hebben. En dat we afspreken op de plek waar we gaan zitten. Ja. Oh my god, yes. Yes. Oké, nu? Oké, nu gaan we even een seconde nadenken. Ja. Kom maar, haal hem maar uit. Ja, kijken. Zo. Oké, we gaan even een seconde nadenken. Ja. Oefenen, vlag. Oh. Oh nee, oefen, vlaggen. Oefen, vlaggen, ruimte. Ruimte, vlaggen, oefen. Oefenruimte? Nee, oefen. Het is een codewoord. Oefen, vlaggen en ruimte. Nou, ga daar maar eens iets van maken. Wat leveren die woorden bij elkaar op? Waar denk je dan aan? Geen idee. Zou het iets met het schip te maken hebben? Ja, dat denk ik. Ik denk dat we naar een plek weer moeten. Vlaggen? Wat zijn vlaggen bij een codewoord? Nee, we zoeken een codewoord. Aan de hand van deze woorden. Ja. We moeten met deze woorden een codewoord maken. Ja. Dan hebben we alle woorden van iedereen voor nodig. Dus ik denk dat we gewoon met z'n allen dat moeten gaan doen. We moeten vragen wat zij hebben. Stoom? Ik pak de tweede. 2! Hey.
Juist de codewoord aan Rick. Op een gegeven moment maken wij dus een envelop open. En daar zit niet één, maar twee kaarten in. Alleen de tweede kaart, daar staat dus op. Jullie kunnen straks de keus maken tussen of de pot, 2000 euro, of drie jokers. Bewaren. Doe snel weg. Peren. Geef. Doe snel in je zak. Waar zijn de jongens? Breuk. Hey. Stoom. Stoom. Ja. Slag. Peren. Breuk. We hebben hol en slag. Hol en slag. Hol en slag. Yo, Nabil. Yo, we komen eraan. Daniel, heb jij de keuken gezien? De keuken? Ja, beneden. Eerste dek. Nee, tweede dek. Je moet alle trappen afkomen. Tweede dek is een keuken. Dan kijk je waar de keuken is. Ja, oké. Wij gaan even op zoek naar de keuken. Oké, kom. We moeten naar beneden. En slag. Doet er niet iets met de eerste letters? Hol en slag hebben zij. Oefen. Oefen. Oefen breuk, oefen peren, oefen stoom. Lachen. Ja. Oefen ruimte is wel natuurlijk wat. Nee, je moet samen, al deze woorden moeten leiden tot een codewoord. Dus het heeft geen nut om bij enkele woorden allemaal dingen te gaan verzinnen. Breuk, schip. Dus dat zou schip breuk kunnen. Stoom schip, schip breuk. Ruimteschip, stoomschip. Nee, schipbreuk. We hebben geen schip. Schipbreuk. Dat zou makkelijk kunnen. Schipperen. Schip. Juist. Schip. Ruimteschip. Vlaggenschip. Oeverschip. Dat kan ook, want dit is een oeverschip. Wat waren de andere woorden? Slag en hol. Slagschip en hol. Schiphol. 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 Toen dacht ik, dit kan niet missen. Het is natuurlijk gewoon schip. Laten we tegen de dames zeggen dat we dit woord hebben. Ja. Dus als zij het laatste woord hebben, dan weten we het zeker. Kitchen. Hier moet de keuken zijn. Dames. Ja! We gaan het gewoon opengooien, man. Hé, hey, dat we drie jokers hebben. Of 2000 euro. Ja, nee, dan gaan we het gewoon opengooien. Ja, tuurlijk. Zeker. Vlaggenschip. Oefenschip. Ruimteschip. Schiphol. En slagschip. Ja, goed! Schip! Oké, wie gaat het zeggen? Nou ja. Daniel. Oké, Daniel. En toen was het idee, ons groepje gaat naar Rick toe om het geld op te halen. Oké, mag ik even één ding? Ja. Wie heeft die jokers gevonden? Wij hebben drie jokers gevonden. Dus we zeggen het eerlijk. Ik zie Ja, maar dat zien we straks. Die moeten we inleveren dadelijk. Nee, we hebben niet gevonden. Die moeten we inleveren. Dat is een optie, dus of je krijgt de prijs of 2000 euro of drie jokers. Ja, oké, maar mag ik eens zien? Hè? En toen kwamen Nabil en Sander ineens met een twist die ze hadden gevonden. Daarop stond dat er één groep Rick moest zoeken en dat ze dan konden kiezen voor of 2000 euro in de pot of drie jokers. Hebben jullie ook jokers gevonden? Nee. Heb je drie woorden gekregen en die? Hebben jullie jokers gevonden? Wij gaan naar Rick. Ja. Hebben jullie jokers gevonden? We gaan voor het geld gaan. Nee? Ja, precies. We gaan voor het geld, hè. Maar we dachten, we zeggen dit als iedereen. Oké, geef het van jou. We gaan voor het geld. We gaan gewoon voor 2000 euro in de pot. Was de afspraak. Waar gaan we voor? Drie jokers, sowieso. Ja. Kom. Oh, dat vind ik wel gemeen. Ja, maar dat is het spel. Kom, we gaan naar Rick. Naar boven. Pas op! Drie heren. Ja. Net binnen de tijd. Wat is het codewoord? Aan jou de eer. Aan jou. Schip. Dat is correct. Yes. Goed gedaan, schat. Yes. Lekker, heel slim. Ik heb een aanbod. 2000 euro voor de groep. Of drie jokers. Drie jokers. Zonder twijfel. Van harte gefeliciteerd. Maar wat gaan we doen? We hebben zo een test weer. Volgens mij komen ze best van pas. Wacht, ik heb een idee. Nu wegstoppen en we kunnen zeggen tegen de rest dat we wel geld hebben, want we hebben toch niet fysiek. Gaan we dat doen of gaan we zeggen dat we drie jokers hebben gekregen? Laten we zeggen dat we 2000 euro voor de pot hebben gedaan. Maar daar krijgen we gezeik mee, jongens. Daar komen ze achter. Dat is leuk dan. Er is nog steeds geen fysiek geld. Geen idee waar dat is. Dat hangt nog steeds in de lucht. Dus we kozen voor liegen. Gelukt? 2000 euro? Hebben jullie niet voor jokers gegaan? Nee. We hebben een afspraak gemaakt, hè, jongens. Afspraak. Oh. Eerlijk? Heel eerlijk. 2000 euro. Ik denk dat ik zelf voor een joker was gegaan. Dus ik vind het heel nobel van ze als ze dat niet hebben gedaan. Maar niets is wat het lijkt hier. Maar je hebt geen geld gekregen? Nee, weer niet. En we zijn het weer vergeten te vragen. En jullie hebben echt niet voor de jokers gekozen, hè? Nee. Oké, nice. Top. Oké. Ik heb er gewoon twee.
Het is tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het gedrag van de mol. Voor degene met de meeste fouten is het spel voorbij. De mol hoeft nooit naar huis. Tijdens de duinenopdracht heeft de mol natuurlijk ontzettend gebaald dat wij het als groep zo goed hebben gedaan. Maar ik denk toch dat ik daar wat opvallends heb gezien. Dat Nabil daar het een en ander van plan was, maar dat het hem net niet gelukt is. Hij probeerde voor die groep uit te rijden en misschien heel stiekem een knopje in te drukken. Het is te gevaarlijk om nu al in een soort tunnelvisie te belanden. Dus ik probeer te spreiden over een paar mensen. Complot Aniek is weer wakker geworden. En ja, wanneer Complot Aniek aanstaat, dan, dan gebeuren er gewoon hele gekke dingen. Aniek is me af en toe verdacht aan het maken om een soort van rookgordijn te creëren, zodat niemand naar haar kijkt. Dan denk ik, ja, maar waarom wil je niet dat mensen naar jou kijken? Ben jij misschien een mol? Wat eigenlijk het gekke is, steeds als ik aan die test begin, dan denk ik, ik ga spreiden. Maar dan ben ik bezig en dan ga ik toch als een soort dolle op de mijn number one. En dan denk ik meestal pas bij vraag 10 of 11 van, oh nee, ik moet spreiden. Maar ik ga wel toch op 1 zitten op Ranomi. Dat weet ik wel. Ik ga op 4 mensen spreiden. Soy, mijn verdachte vanaf het begin, verdenk ik iets minder. Maar hij blijft verdacht. En Aniek, ja, Aniek vind ik hartstikke leuk. Maar jij zou ook een hele goede mol kunnen zijn. De mensen waarop ik dus ga spreiden zijn Ranomi, Nabil, Aniek en toch ook Daniel. Ik vind echt dat hij het nu een paar keer zo absurd goed heeft gedaan, dat ik dat gewoon ga wantrouwen. Hij kende dat hele schip door en door en hij is zo voor die jokers gegaan en dat zou zo'n molactie kunnen zijn. Ik merk dat ik best wel in de tunnelvisie al kan zitten hoor. Ik heb nu echt 2 hoofdverdachten al, waarbij ik de rest eigenlijk allemaal niet meer zo heel verdacht vind. Maar bij ons zitten we allemaal een beetje op hetzelfde mensen. En daar word ik wel een beetje nerveus van. Maar ik ga sowieso spreiden. En dan ga ik spreiden tussen Ranomi, Soy en Aniek vooral. Ik heb lange tijd Aniek ook op de korrel gehad. Maar die is gewoon heel lief en warrig. Dat is gewoon zo'n lieve meid. Ik kan me niet voorstellen dat zij de mol is. Wie de mol zeker niet is, is Daniel, denk ik. Want die gaat zo op in elke opdracht. Die is zo fanatiek, zo hyper. En hij doet het ook heel goed. Nee. Dat is hem niet. Geen denken aan. Ik vind het echt heel moeilijk. En mijn intuïtie ging naar Sarah. Mijn intuïtie ging naar Vrouwtje als mol. Dat ben ik ook 2 keer op gaan zitten. Die zijn er beide uitgegaan. Dus ik moet een beetje tegen mijn intuïtie ingaan. Ik heb dus het gevoel dat ik echt een hele sterke test moet gaan maken. Dat ik er anders uit lig. En dat komt omdat er gewoon jokers zijn in het spel. Kandidaten, er zijn deze aflevering voor het eerst jokers in het spel gekomen. Zijn ze ingezet bij de test? Welk voordeel bieden ze? Het zijn allemaal vragen waar jullie geen antwoord op krijgen. Maar als je weet wie de mol is, heb je helemaal geen jokers nodig. Toch, Ranomi? Ja. Eens kijken.
Yes. Hey. Gefeliciteerd. Fijn. Anke. Goed, man. Nabil. Ja. Kijk, jongen. Carlos Davis. Sander. Nee! Ja. Oh. Toch. Oh, mijn jongens. Nou, reus. Het is wat het is, toch? Oké, jongens. Kip, man. Nou, hier is. Kom hier nou, Davis. Nou, hier is. Ah. Jongens. Dit is. Dit went niet, jongens. Dit is knijterhard. Sander, wat is er gebeurd? Ja, ik ben vol op één gegaan. Nu al? Niet gespreid. Niet gespreid. Je was overtuigd. Ja. Ik dacht het wel. Je dacht het wel. Zo in de game. Op een gegeven moment heb je dan zo'n envelop waarin staat jokers, geld. Jij had die envelop samen met Nabil. Jullie hadden naar mij kunnen komen. En je had misschien wel voor een joker kunnen kiezen. Klopt. Had je misschien wel kunnen helpen. Ja, misschien toch te eerlijk dan. Toch te eerlijk. Te eerlijk voor het spel. Sander hier, ik heb je gehoord, ik kom nu naar je toe. Oké, mag ik even één ding? Wie heeft die jokers gevonden? Wij hebben 3 jokers gevonden, dus we zeggen het eerlijk. Ik vond het ontzettend leuk. Waanzinnige ervaring, geweldig land. Ja, top ervaring, toch? Ja. Echt fantastisch. Het gaat je goed, mag die kant. Dankjewel. Tot ziens, jongen. Hoi, hoi. Hoi. Daniel, niet verder lopen, daar is de tegenstander. Terug. Ga naar links. Nee, die links. Nu is toch die deur dicht, man. Jongens, wat moet ik nou doen? 10 kilo bananen. Bananen zijn gezond. Are you alright? Ja, ja, het is fijn. Doortrekken. Jullie moeten nu een keuze gaan maken. Wie vertrouw je een koffer met een hoog bedrag toe? Voor deze kernpapier. Nee.